Een pluriform en vrij Nederland met een inclusieve samenleving. Een grote vrijwilligersorganisatie ISN, Islamitische Stichting Nederland, die ertoe doet. ISN is geïnspireerd door de eeuwenoude traditionele islamitische stichtingscultuur om religieuze diensten te verzorgen aan Turkse Nederlanders in het bijzonder, maar dient ook breed maatschappelijk. Onze inzet dient ook het algemeen belang en heeft daarom de ANBI-status verworven. Onze stichting is conform de Nederlandse regelgeving en context via Turkse Nederlandse burgersinitiatieven opgericht. Met onze vrouwen- en jongerentak proberen we nog dichter bij de mensen te komen. Onze organisatie is transparant en dynamisch. Wij streven volgens de islamitische referenties naar eenheid, meer sociale cohesie in de maatschappij. Onze visie is in het kort vanuit de islam overal goedheid verspreiden. Allereerst staan we 146 aangesloten moskeeën bij met hun religieuze en sociale culturele diensten. Wij streven naar een goede samenhang in de wijk. We hebben groene moskeeprojecten om duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Samen met de moskeebesturen coördineren wij renteloze financiering, het bouwen en renoveren van moskeegebouwen. Voor de religieuze en sociale vorming van jongeren van elke leeftijd is er een programma op maat. Onze vrijwillige begeleiders zijn hiervoor gecertificeerd. Er wordt ook Nederlandstalig lesmateriaal ontwikkeld. Ook het leren van Turks is één van de prioriteiten. We stimuleren jongeren om een internationaal theologisch programma te volgen en te kiezen voor het beroep van imam. Huiswerkbegeleiding, het samen voorbereiden voor CITO-toetsen. Gezellige sociale activiteiten helpen bij een positieve ontwikkeling van het kind. Ons onderzoeksinstituut binnen het ISN legt zich toe op vertalingen van islamitische literatuur en komt regelmatig met nieuwe publicaties. Het handboek voor de islam en tegen islamofobie, Mikpunt Moskee, is een mooi voorbeeld hiervan. Verder publiceren we documentaires over de islam, de moskeeën en de profeet. Via www.isnshop.nl kunt u bij ons online boeken en islamitische producten bestellen. Het aantal leden van het uitvaartfonds is inmiddels gestegen tot 350.000. Naast de repatriëring van overledenen en het verzorgen van uitvaartdiensten bieden wij ook begeleiding bij rouwverwerking. Momenteel zijn zij bezig met het realiseren van islamitische begraafplaatsen in Nederland. Via de betrouwbare Hajj en Umra organisatie van ISN kunt u via ons en comfortabel op reis. Ons Hajj quotum is 500 bezoekers. De ISN regelt offers met een machtiging. Wij verstrekken het vlees in 130 landen voor minder bedeelde mensen. Humanitaire hulp en goedheidbeweging. De giften van Nederlandse moslims, zoals de zakaat en fitr, krijgen een goede bestemming naar de wens van de donateurs. Giften vanuit Nederlandse moslims krijgen volgens de wensen van donateurs een goede bestemming. Onze hulpacties variëren van studiebeurzen tot noodhulp bij rampen. We hebben een goede samenwerking met voedselbanken in heel Nederland. Wij streven ernaar om jongeren bij de goede doelen te betrekken. Islamitische Stichting Nederland, mogen er goedheid zijn over de hele wereld.